BPPD ontstaat doordat gruis wat op één plek in het evenwichtsorgaan zit, loskomt en gaat zweven door de halfcirkelvormige kanalen in het evenwichtsorgaan. Dat zijn autoconiën die losraken en die kunnen dan, als je gaat bewegen, klachten geven van kortdurende duizeligheid. BPPD ontstaat doordat steentjes die op een bepaalde plek in het evenwichtsorgaan zitten, losraken en gaan zweven door de halfcirkelvormige kanalen. Dan kan bij een bepaalde beweging de vloeistofstroom in het kanaal in beweging komen en dit kan duizeligheidsklachten geven. Het gaat dus bij BPPD om steentjes in het evenwichtsorgaan die op de verkeerde plek terecht zijn gekomen. Hoe ontstaat BPPD? Hoe kunnen die steentjes losraken? Dat kan komen door een schedeltrauma, dus een klap of een val. Het kan na langdurige bedrust. Het kan komen bij een ontsteking van het evenwichtsorgaan, dat heet de neuritis vestibularis. Maar het kan ook optreden in het kader van de ziekte van Meniere. Maar in heel veel gevallen weten we ook niet precies waar het door komt. Hoe kunnen we nu vaststellen of er sprake is van BPPD? Dat is op basis van het verhaal vast te stellen. Dus de draaiduizeligheid bij bukken, omhoog kijken, gaan liggen in bed of omdraaien in bed. En dat kan door een bepaalde proef te doen die we de kiepproef noemen. En die gaat als volgt in werk. Bij de kiepproef wordt iemand met het hoofd gedraaid naar rechts of naar links vanuit zittende positie achterovergebracht in liggende positie met het hoofd iets afhangend. Als er in die positie duizeligheid optreedt en een bepaalde oogbeweging, spreken we van een positieve kieproef en is de diagnose BPPD gesteld. We kijken bij deze proef altijd naar de ogen, omdat er sprake is van een hele typische oogbeweging die nystagmus wordt genoemd en die op het volgende plaatje zichtbaar is. Hier is een videoopname gemaakt van de oogbeweging tijdens de kieproef. En je ziet dat in de loop der tijd er een hele specifieke oogbeweging plaatsvindt waarbij het oog een roterende beweging maakt. Als dat optreedt, dan is de diagnose BPPD zeker.